Groenewold begon het kampioenschap met een tiende plaats op de 500 meter. Haar tijd 41-26. Daar was ze niet tevreden mee. Om echt mee te kunnen doen voor de titel had ze minimaal een halve seconde sneller moeten zijn. Het verschil met titelverdedigster Irene Wüst was ruim een seconde. Vertaald na de 3 kilometer een gat van ruim 7 seconden. Op de 3000 meter rijdt Groenewold een stabiele race. In het middenstuk slaat ze toe en rijdt ze weg bij haar directe concurrente Paulien van Deutekom. Ook Wüst zou later niet aan de tijd van Groenewold kunnen tippen. Haar eindtijd van 4.09.70 betekent ook een nieuw baanrecord in Kardinge. Het oude record stond sinds 1998 op naam van Tony de Jong. Groenewold pakt op de 3 kilometer ruim een seconde terug op Wüst. Morgen rijden Groenewold en Wüst op de 1500 meter tegen elkaar. Als Groenewold erin slaagt het verschil van bijna 3 seconden te verkleinen, maakt ze nog kans om voor de 4e keer in haar carrière tot Nederlands kampioen gekroond te worden.